Hey hey, leuk dat je kijkt. Giel hier. Woe. Ik kan er niet meer tegen. Dit is vlog nummer 9. Ja, volgende week nummer 10. Wie niet weg is, is gezien. Dat wordt 1.0. Ik beloof dan echt wat nieuwe verbeteringen te hebben aan dit kanaal, want dat mag zo langzamerhand ook wel. Ik begin steeds meer te leren, ik krijg ook steeds meer reacties van jullie waar ik echt wat mee kan. Dank daarvoor. Dit is deel 2 van de VEED Awards. Daar was ik, althans dit was eigenlijk het VEED Festival dus. En toen kwamen daarna de VEED Awards. Dat was die avond, zeg maar. En oh man, wat gun ik het ze. Zij wonnen het beste kanaal daar. Die gasten van Stuk. En bij die meet and greet was ik er even met Stefan. Ja, ik vind het superleuk, maar het is echt heel erg leuk. En ik vind het altijd zo jammer dat je gewoon niet even de tijd hebt om met iedereen te praten. Nee. Want er zijn zoveel mensen. Ja. Maar ik, sorry, ik ga je gang. Het is jouw moment. Ja, tuurlijk. Heel tof, ja. Dit hadden we niet verwacht. Nee, zeker niet. Nee. Dat keihard voor gewerkt, nee, je gunt zoveel anderen ook. Moet je voorstellen dat je 2,5 jaar bezig bent, dag in dag uit, met YouTube video's maken. En dan staat deze ineens op je raam. Maar dat gaat om de eer. Dat is wel weer heel tof, dat je al je kijkers daar... Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook echt heel bijzonder. Thomas en de man met een van de mooiste namen in de hele YouTube-wereld. Dat was Giel natuurlijk. Een paar reacties die binnenkwamen, waar ik wel wat mee kan. Justin Welman. Als je een reactie in beeld laat komen, probeer hem dan op te lezen. Dat maakt het nog leuker. Nou, bij deze. Oh god. Constant Minecrafting in de bocht hoor. Misschien kun je volgende keer wat minder bewegen met je camera. Je had volgens mij een selfie-stok gekregen. Maar een leuke video, bedankt. Ik heb tegenwoordig dus echt een hele vlogtas. En daar zit van alles in, allemaal. Ja, een statiefje bijvoorbeeld. Ik heb hem nu gewoon op het staan. Maar ook inderdaad de selfie-stick. Ja, hij is dus gewoon kapot. Hij brak gewoon af terwijl ik het wieltje zo omdraaide. Nou, goed. Ik had dus niet die selfie stick, sterker nog, ik zat ook echt helemaal niet op te letten op het licht, op of het een beetje goed beeld was. Ik was eventjes gewoon naar buiten, even een luchtje scheppen. Toen kwam ik daar, bij Joy. 12 jaar is ze en je kan haar kennen als Beautynezz. Hoi! Hoi, en hoe vond je het? Ja, superleuk. Ja. Ja, ik was heel erg zenuwachtig. Zenuwachtig? Ja. Hoezo was je zenuwachtig? Ja. Nou, het is de eerste keer dat ik naar zoiets toe ga en dat er zoveel mensen zijn die mij herkennen. Ja. Ja. En had je handtekeningen uitgedeeld? Ja, heel veel. En ook foto's. En volg jij zelf ook mensen? Ja, ik volg zeker een paar YouTubers. Zoals? Rutger Furtjuh vind ik heel erg leuk. Ja. Chami van Lifesplash en Vera Camilla. Ja. En nog veel meer. Waarom vind jij dat een goed filmpje moet voldoen? Ik denk goede belichting. Want dat is nu al slecht eigenlijk, hè, of niet? Misschien daar. Ja, god, daar gaan we alweer. Ja, dus... Misschien niet zoiets? Ja, zo denk ik. Oké, ja, goede belichting. Ja, kwaliteit, maar dat is volgens mij wel goed. Ja. En gewoon duidelijk praten. Duidelijk praten, maar ja. Dat kunt je volgens mij ook wel goed. Zeg je nou u tegen mij? Ja. Oh, wat een belediging. Oh, moet ik je zeggen? Ja, alsjeblieft. Oké, dan ga ik dat doen. En niet andere namen. Nee. Heb je dat ook stiekem nooit in het begin gedaan? Nee, ik heb eigenlijk altijd zelf gedaan wat ik zelf leuk vind. Ja. En wat wil je eigenlijk laten worden? Nou, ik wil heel graag wat met mode doen, maar nu ik YouTube doe, lijkt me ook heel erg leuk om iets te gaan presenteren ofzo. Ja, precies. Ja. En vanavond bij de Awards ook? Ja. Leuk? Ja, spannend, ja. In welke categorie ben je genomineerd? Voor beste upcoming talent en voor beste beauty YouTuber. Nou, dat is sowieso al te gek, toch? Ja, ik vind het echt heel gaaf. Ja. Hoi, we staan nu even buiten te relaxen en ik ben hier samen met... Hallo, ik ben Giel, ik ben van Giels. En wil je er ook eentje van mij opnemen? Hè? Ja, sowieso. Hoi, abonneer allemaal even op Giels. Het is een hele leuke YouTube kanaal en ik kijk ook zeker graag naar zo'n vlogs. Ja hoor, duimpje omhoog voor Joy. Beautynezz, een jaartje bezig en ze gaat als een tierenlier. Ze komt later nog even langs, helemaal onder de make-up. Maar eerst is het tijd voor die gasten van... hoe moet ik het nou uitspreken? Wacht even. Er kwam een reactie van Vincent Bode. Het is geen Zeus, maar Zoeze. Zeuze. Zaz. Nee. Het is geen zeus, maar zeuze. Zoeze. Zeuze. Zo. Nou ja, die gasten dus in ieder geval echt leuke gasten. Ik kwam ze tegen en dan heb ik het over Rico, Ricardo, zoals zijn moeder zegt. En de founding father van dat hele festijn. Ook ooit nog vlogger geweest, maar dat heeft hij echt niet meer dan 9 keer volgehouden. Kai! Hier ben ik met mannen die ik graag mag zien, moet ik zeggen. Ik vond het moment dat jouw, hoe heet het, Game Boy, nee wat was het, PlayStation. Oh, ja. Vond je mooi hè? Ja, nou, ik vond het echt niet mooi. Ja, ik vond het heel mooi. Ja, hoe vonden jullie het vandaag hè, jongens? Ik vond het vandaag echt super vet. Het was wel druk, een beetje vermoeiend, maar ik vond het echt super, super hard van. Wat was een van de hoogtepunten? Een van de hoogtepunten, ja. Alles was eigenlijk een hoogtepunt. Ik heb nu echt een hoogtepunt eigenlijk. Nee. Jij? Nou, ik vond het ook een beetje, het is een beetje een waas hier zo. Meet and greet is altijd wel heel leuk, omdat je dan echt even de tijd hebt om met die kijkers te praten en lekker praatjes te maken. En voor de rest is het alleen maar druk, druk, druk. Ineens worden het echte mensen, hè? Ja, echt what the fuck. Dat is het bizarre eraan. Als je hier komt, dan zie je nog niet eens. Ja, hoeveel zouden het? Wij hebben 180.000 abonnees en dan lopen hier 2000 mensen rond en misschien is een kwart hier voor ons ofzo. Dat is zo bizar, jongen. En dan zie je hoeveel dit er al zijn. Ja, dus dit smaakt ook misschien wel naar een soort eigen event ofzo. Ja, wie weet. Ja. Waaraan moet een goed kanaal voldoen? Wat heb je ja, sowieso, wat altijd iedereen zegt is gewoon jezelf blijven vinden. Ja. Maar ja, en... Als je nou niet moe van die vraag stellen de hele tijd? Nee. Of vraag je het aan iedereen? Ja, maar ja, ik probeer te leren hè. Ja. Nou, gewoon jezelf blijven en je moet gewoon echt vet shit maken. Ja. Gewoon echt vet, gewoon... Nou ja, wij zijn ook gewoon begonnen met gewoon filmpjes opnemen en gewoon dingen doen. En het was allemaal heel slecht edit. Maar alsnog wel veel bekeken. Dus, ja, oké, dus de edit maakt niet uit. Dat is, het maakt wel uit, natuurlijk. Het draad maakt uit. Maar zo zijn wij wel groot gevonden. Niet heel erg. Niet om mee te beginnen. Nee. Ja, je had makkelijker met een 27p cameraatje kunnen beginnen. Want toen ik begon met mijn gamekanaal, toen filmde ik ook en nam ik mijn geluid op met een webcam. Weet je? Ja. Echt fucking kut. Op het moment dat mensen je content leuk vinden, dan vinden ze het leuk. Maar juist op het moment dat je je fanbase wel krijgt en dan te gaan verbeteren voor hen, dat is het leukste. Ja. Maar jij hebt al een van de belangrijkste aspecten van de vlogger. Ik ben toch vlogger of niet? Ja. Maar je probeert zelf een vlogger te maken dat je een fucking steady hand hebt. Als ik die camera vasthoud, dan tril ik er echt op los en dat heb jij niet. Dus je bent al goed op weg. Bedankt. Serieus, ja, serieus. En andere tips meer voor de inhoud kan jij me die geven? Wat je er moe van die kerel, hè? Jezus Christus. Ja? Ja, iedereen verschilt toch? Ik bedoel, wij deden voor ons YouTube kanaal staat er ook al fietstrappers op ons hoofd te gooien en zo. Dus wij zijn daar gewoon mee doorgegaan. En, jij kan goed praten. Nou heer, je bent aan het praten met een camera. Stel voor, jij kan goed aan je piemel sjorren. Nou, dat kan je ook heel goed. Hoe denk je dat ik die hand zo sterk heb? Ja, precies. Doe je met links. Ja. Shit. Als je dan met rechts vlogt, dan hou je het balans. Dan heb ik aan beide kanten spierballen. Ja. Nee, maar ik bedoel gewoon, als je ergens getalenteerd in bent, dat is YouTube het platform om dat te gaan gebruiken, weet je. Heel simpel. Dus wil je nog even een shout-out opnemen, dat jullie net doen alsof jullie elke dinsdag om 12:12 klaar zitten. Jongens, als jullie dit nou fucking toffe content vinden, dan moeten jullie even elke dinsdag, om ik weet niet meer hoe laat. 12:12. 12:12 naar Giels kijken. Want dat is de nieuwe shit hè? Epische shit man. Heb je het gehoord al? Giels? Ah, Giels is vet. Ja, nog nooit gezien, maar oké. Nog nooit gezien, nee. Nou, ik heb die jongens ook nog nooit gezien. Kai, hè? En toen waren daar s'avonds die awards. En s'avonds was er ook wel wat meer dan alleen awards, er waren ook challenges. En ik had al gezegd dat Joy van Beautynezz terugkwam. Ik mag je ook presenteren met gepaste trots van Lifesplash. Een goede chick ook. Haar naam is Jami. En Furtjuh deed mee. Maar ook mijn grote vriend van de radio. Die hadden natuurlijk nogal wat uit te vechten sinds de challenge die ik met Rutger had. Domien. Inderdaad, Domien. En Furtjuh, die moesten meedoen aan de Blindfold Make-up Challenge. Oké, top. Ja. Hey, zit ik in je vlog? Ja, je zit er midden. Hallo. Ik zit er echt helemaal onder. Ik doe dit nooit. Oh, daar zie je niks van. Nooit moet je weer verkeerd zijn. Ja, verzoek nou, dankjewel. Ziet er echt uit. En ja, ik ga toch naar de winnaar. Ja, ik ga naar de winnaar. Ik had de mascara op mijn nek, zoals je kan zien. Lippenstift op mijn nek, echt. Zit ook. Deze als een soort modder gebruikt. Ja, sorry. Ja. Ja, dat doe ik bij mezelf ook altijd. Dus deze had ik niet verwacht. Nee, want die anderen die maken echt comedy video's. Mert en Dindem bijvoorbeeld, een beetje Marokkaanse lijnaars en zo. Dus ik had hen heel erg gegund. Ja. En ik dacht, ja, ja, ik heb het je eerder gezegd, jij bent niet in een hokje te patten. Nee. Dat, dus dan ga je ook... Ja. Gaan we weer snel zitten. Ja. Ja, en daar is hij, die award-winning man. Hij heeft er gewoon... Ja, je bent nog niet weg. Ongelooflijk, hè? Ik hoopte heel erg op de beste mannelijke YouTuber. Ja. En die heb ik gewonnen. Ja, en zo... Ja. Ja. Hij is helemaal emotioneel, mensen. Hij is emotioneel. Ja. Ja, ik ben een beetje helemaal raar en ik weet het niet meer even. En dan ga je nog weer in slapen. Ja, ik denk in mijn bed eerlijk gezegd. Ja, is kapot. Ik ben kapot. Maar ja, dat gaat nog wel voor de borrel. Ja, dankjewel man. Oh, liefde, liefde, liefde voor Furtjuh. Echt gefeliciteerd ook namens deze plek. Al moet ik zeggen, ik had hem al bijna kunnen feliciteren met de prijsvraag. Want... hij had gereageerd. En de prijsvraag was... Wie is dit? Dit is een prijsvraag. Laat het even weten. Ja. Ik had alleen even je rug laten zien om te kijken of mensen je aan je rug zouden herkennen. Oh ja, ik ben heel erg benieuwd. Hoe gaat het? Het gaat goed. Het is onwijs druk, maar het is, ja, het is echt geweldig. Het is echt zo vet. Omdat hij dacht, ik wil meer tijd voor de fans hebben. Ja, ik heb 800 kaartjes thuis al gesigneerd. Dus ja, ik heb... Die wordt op een gegeven moment iets minder mooi, maar... Ja, maar je ziet wel aan het sterretje, aan het glittertje inderdaad, dat het wel echt is. Maar dan kan je hier inderdaad wat langer praten, tenzij jij nu alle tijd hier op. Nee, sorry. Ga je gang. En daar reageerde dus een zekere Furtjuh op. Beetje achter mijn rug om prijzen weggeven. Ja, sowieso leuk echt dat vrienden van het vlog, het YouTube filmpje, dat die ook reageren. Zoals bijvoorbeeld Teske. Zo, je had wel even mogen waarschuwen dat mijn kaps was veranderd in een pluizenbol. Valt best mee, moet je kijken. Is toch eerlijk? De haar danst toch? Ook nog een reactie, een hele goeie, die ga ik echt zeker doen, van Baas Pro en Matteo. Koop een GoPro EO en een headband. En neem dan een keer een soort day in the life of Giel op. Dat lijkt me wel leuk om te kijken. Nou, je gelooft het niet. Maar moet je eens raden wat ik heb. Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Nee, dat gaat echt een keer gebeuren. Dat ik gewoon de hele dag gewoon zo voor joker loop. Maar daar zie je niks van, want hier zit dan de camera. Maar ik zit wel te denken aan iets bijzonders. Misschien is het geen dagje in de studio. Maar een beetje pingpop of zo. Het gaat natuurlijk om de vraag: wie heeft het goede antwoord gegeven in de prijsvraag? Wie vindt de CD van Raccoon? Ach, Esme Ruiter. Hey, natuurlijk is het de rug van Furtjuh. En ik hoop ook dat jij de CD wint. Maar waarom heb je geen gedag tegen me gezegd? Denk je dat je die prijs nu wint? Dag. Jay Franklin Meyer die zegt: het zijn de ruggen van Melanie, Lisa en in het midden Rutger. En later komt hij erop terug, maar alleen al het feit dat hij probeerde om ze alle drie te benoemen, hey, dan ben je de man. Dan heb jij gewonnen de CD van Raccoon. Ontzettend gefeliciteerd. Volgende week, dan is het dus aflevering nummer 10, zeg maar 1.0. En daarin hoop ik dat het allemaal wat mooier eruit ziet. En het lijkt me echt een keer, net als de harde kernreactie van een paar vlogs geleden, om even weer antwoord te geven op al jouw vragen. En nou wil ik een Q&A gaan doen. Een hele simpele vraag en antwoord. Maar de vraag is eventjes, hoe ga ik dat doen? Want ik zie verschillende manieren. Nou ja, ik doe eigenlijk wel vaker een Q&A als in dat je de vraag kan stellen onder het filmpje en dan geef ik antwoord. Maar ik wil het de volgende keer ietsjes interactiever aanpakken. Ik heb geen idee of dat kan. Oh nee, ik zal geen boer laten. Dus als je nog een tip hebt, dan doe ik dat voor dinsdag. Dan kan ik even een live dingetje doen of zo, 's middags ergens. Dus, nou ja, suggesties zijn welkom. En anders zijn het gewoon al jouw vragen die ik beantwoord. Zet ze eronder of hou me in de gaten of ik dus een soort nieuw iets vind om nou echt daadwerkelijk contact te hebben. En natuurlijk is het ook tijd voor een nieuwe prijsvraag te winnen. All time low. Een paar weken geleden had ik heel veel respect voor Banjo en Thomas. En nou is de vraag, hoe heet de B-kant? Nou, dit is echt freaky shit, joh. Maar ik wil gewoon ook af en toe een B-kantje draaien in mijn mooie jukebox. Het is de B-kant waar ik respect voor heb. Ah. Oké, tot volgende week. Bye bye.